Naast zijn baan als professioneel wedstrijdzeiler, zoals hier tijdens de Volvo Ocean Race, houdt Bauer Becking zich de laatste maanden bezig met een nieuwe activiteit. Een website waarmee je zonder makelaar zelf je boot kunt verkopen. Stel, ik wil zelf mijn boot verkopen, hoe ga ik dan te werk? Ja, het is voor dat betreft heel erg eenvoudig. Je gaat naar onze site toe en dan is het vanzelfsprekend. Je klikt op verkoop boot en dan word je gewoon verder geleid, stap voor stap, hoe je de hele verkoop kan regelen. Op de internationale website geeft Bauer in het Engels ook veel praktische tips die je kunt gebruiken als je een boot wilt verkopen of kopen. Very important is the first impression of a buyer. You know already that he has interest, otherwise he wouldn't come along. But for example, this boat is having really shiny parts. It's good on its colors. It's really well maintained. The first impression is everything. If you have shiny areas, polish them, like this one. This is really like an eyebreaker for a potential buyer. Most important, of course, for a potential buyer is to see that he is interested in a boat who has been well maintained. For example, this boat is having a terrible waterline. So make sure that you start cleaning the boat before the potential buyer arrives. Of course, one of the first impressions a buyer will get is when he gets on board is the smell of a boat. So make sure that your bilges are dry and that there's actually good smells. In this case, just some fresh air will do a good job for you. Small spots of rust is actually an indication that there might be more problems with the boat. I'm furling the jib, and like as you see, this is going really smoothly. That's an important thing because that just means that everything has been working and the owner has been looking after his boat. Op de website van de doe-het-zelf jachtmakelaar vind je alle informatie die je nodig hebt en natuurlijk veel tweedehands boten. Zowel verkoper als koper worden stap voor stap begeleid. Je krijgt een professioneel makelaardijcontract om in te vullen en na ondertekening van alle formele documenten zoals de bill of sale is de transactie voltooid. Zonder de kosten, maar wel met de expertise van een makelaar dus. Zou je nog een keer een race rond de wereld doen? Heel erg graag. Ik denk nog steeds, als ik het lichamelijk vol kan houden, op dit moment ben ik nog super fit. Je weet natuurlijk niet hoe het over 2 of 3 jaar zou zijn, maar het is gewoon... Dit is gewoon een fantastisch evenement. Want hoe fit moet je zijn? Hoe erg heeft deze race een aanslag op je lichaam? Nou, je moet gewoon superfit zijn. Als je lichamelijk niet goed in elkaar zit, dan hou je het niet vol. Je moet je voorstellen, op een boot beweegt, die ligt nooit stil. Dus altijd staat je lichaam onder spanning. En natuurlijk ook een boot, alle windjes te bedienen. De zeilen van de ene kant naar de andere kant. Dus lichamelijk is het waanzinnig zwaar. En natuurlijk psychologisch is het ook zwaar. Zeker als je schipper bent. Want je hebt natuurlijk de druk niet alleen om een wedstrijd te winnen, maar ook naar je sponsoren. Doe jij nou al deze races omdat je echt wilt winnen? Is het competitie-element of geniet je ook echt van het zeilen? Als ik wedstrijden vaar, dan wil ik gewoon winnen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik kan nog steeds ontzettend genieten van het zeilen. We gaan normaal gesproken in de winter gaan we altijd naar een warm oord toe en huren een boot voor 14 dagen samen met mijn familie. En dan kan ik gewoon heerlijk rustig achteruit zitten en genieten gewoon van op het water te zijn. Dus zelfs als je vakantie hebt, ga je ook nog een boot huren? Dat is, het is gewoon, dat zit gewoon in me. Andere vrije tijd, want we doen graag skiën. Dus we zijn altijd, toch met de natuur zijn we bezig. Maar watersport is gewoon een fantastisch iets en dat zal ik nooit kunnen laten gaan.